Komende zaterdag is de laatste dag voor vishandelaar Peter van der Laar. Na 40 jaar een zaak te hebben gehad in Dukenburg, draagt hij nu het stokje over aan iemand anders. Hij gaat meer tijd vrijmaken om onder andere de Vierdaagse te lopen. De oprichter van de zogeheten Haringparty vertelt waarom hij ermee stopt. We gaan even rustig aan kijken wat we allemaal kunnen doen. Hè. We gaan onder andere de Vierdaagse lopen. Want ik ben 2 keer uitgeloot geweest en nu ben ik ingeloot. Dus nu ga ik hem ook een keer lopen als Nijmegenaar. Ja. Ja, ik ben nog steeds landelijk voorzitter van de Vereniging Nederlandse Visspecialisten. En we organiseren op dit moment al de Kibbeling Cup, waar heel veel deelnemers hebben. Dus daar blijf ik nog zeker wel een jaar actief in. Dus ik ga niet stilzitten. Ja, we hebben natuurlijk gekeken naar iemand die vakbekwaam is en die een mooie toekomst heeft en die hard wil werken. Want je moet heel hard werken in de vis en deze jongen wil dat zeker. Echt een, we zijn al een tijd met hem bezig natuurlijk en we weten hoe die werkt. Hij gaat op dezelfde voet verder, dezelfde kwaliteit. En hij probeert het nog beter te gaan doen. Dit wordt de 20e Haringparty in Nijmegen. En daar gaat natuurlijk mijn opvolger daar verder mee. Bewoners van Dukenburg hoeven niet bang te zijn dat ze zonder vis zitten na het weekend. Op 2 mei neemt Arjen van der Groep de winkel over. Nou, ik ben vanaf mijn 14e actief in de visdetailhandel. Ik ben nu 28. Tenminste, zaterdag word ik 28. En daarvoor heb ik een hbo-studie gedaan, bij de Rabobank gewerkt. En toch bleef dit vak altijd kriebelen. Dus ben op zoek gegaan en in contact gekomen met Peter en Gebke van der Laar. Nou, de winkel gaat per 1 mei over op, word ik de nieuwe eigenaar, zeg maar. Peter en Gebke gaan genieten van hun pensioen. En we gaan op dezelfde voet verder als we gewend zijn. Ook gewoon met vertrouwde gezichten. Dus we gaan verder hoe de mensen het hier gewend zijn. Het bedrijf gaat heten 024 Vis. 024, stukje naar Nijmegen toe, hè, het netnummer van Nijmegen. En dan met de kwaliteit uit Spakenburg, waar ik zelf geboren en getogen ben.